Het is meer dan 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Hier in het Haagse gemeentearchief liggen de verhalen van de bezetting en bevrijding opgeslagen in documenten, film en foto. Ik vond er onder andere de dagboeken van gerespecteerd bioloog en docent Bram Schierbeek, die in een bewogen en persoonlijke stijl schrijft over zijn bevindingen en die van zijn gezin. In 10 korte afleveringen ga ik vertellen over een aantal gebeurtenissen die onze stad overkwam. En daarbij zullen de dagboeken van Schierbeek steeds als een rode draad opduiken. Ze moest wel eens huilen van de honger en lag rillend onder een dekentje overdag vanwege de kou, zei mijn moeder onlangs. Het was hongerwinter en ze was 8. Om het hongerende Westen te helpen kregen de geallieerden toestemming om voedselvoorraden te brengen. Over de weg met vrachtwagens en ook via de lucht met bommenwerpers zouden voedseldroppingen worden gedaan. Hier bij Den Haag waren 3 locaties aangewezen. Vliegveld Valkenburg, Ypenburg en hier, renbaan Duindicht. Op deze flyer in het dagboek van Schierbeek wordt het aangekondigd. Onder het toeziend oog van 120.000 Duitsers worden de voedselpakketten met onder andere meel, beschuit en lege rantsoenen gedropt en verzameld voor distributie in de Randstad. Het einde nadert snel. Hitler pleegt in zijn bunker zelfmoord op 30 april. En 5 dagen later staken de Duitsers hun vijandelijkheden. Een dagboekschrijver schrijft dat hij overmand wordt door emoties en niet verder kan schrijven vanwege de op handen zijnde bevrijding. Bij ons wordt besloten dat alleen de geallieerden de Duitsers mogen ontwapenen en niet het gewapende verzet dat verzameld is in de binnenlandse strijdkrachten. Ook willen de geallieerden alle Duitse posities weten en moeten springlading en mijnen onder de bruggen verwijderd worden om een vrije doorgang te garanderen. In die meidagen ontstaat er een machtsvacuüm in onze stad. Wie is er nou de baas? Gewapende Duitsers moeten de orde handhaven in een stad die al wil feestvieren. En dat leidt soms tot spanningen. Op 5 mei loopt Schierbeek van Diligentia naar Paleis Noordeinde, nadat hij op de distributieradio het bericht van de capitulatie heeft gehoord. Hier is hij getuige van een Duitse motor met zijspan die op de feestende menigte inrijdt en daarbij in de lucht schiet om angst aan te jagen. Ook is Schierbeek bang dat de Duitsers van plan zijn de binnenstad te verdedigen, waardoor hij uit zijn onderkomen in Diligentia moet vertrekken. Dat blijkt achteraf niet waar. Wel wordt de omgeving van het binnenhof en het plein afgezet waar de Duitse macht zetelt. Onder toeziend oog en zonder ingrijpen wordt de inboedel van het kringhuis van de NSB in de brand gestoken met de volledige ledenadministratie, zoals later blijkt. Het uitblijven van de geallieerde troepen zorgt ervoor dat men zich niet echt bevrijd voelt. De binnenlandse strijdkrachten mogen zich van de geallieerden niet vertonen en blijven tandenknarsend binnen. De avond van de 5e mei gaat het ook nog eens regenen. Op 6 mei wordt de bevrijdingsproclamatie voorgelezen bij het stadhuis, waarna dan eindelijk meer een soort feeststemming ontstaat. De Duitsers trekken weg uit onze stad, de illegale pers verschijnt openlijk en op verschillende plekken worden de inboedels van collaborateurs in brand gestoken. Onderduikers durven zich openlijk op straat te vertonen, maar op 7 mei wordt men echt uitzinnig wanneer de eerste geallieerde verkenningswagens worden gesignaleerd. Schierbeek ziet hoe een NSB'er uit huis wordt gehaald, met een vlag moet zwaaien onder het roepen van "Leve de koningin!" Op 8 mei, rond 17:15, komen dan eindelijk de Canadezen onze stad binnenrijden. Met de Nederlandse soldaten van de Prinses Irene Brigade op kop rijdend. En Schierbeek schrijft: honderden auto's, vrachtauto's, kleine tanks kwamen voorbij. Over de soldaten zegt hij: gebruinde kerels zijn het met dikke gezichten. Wij zijn gewend aan magere. Glunderend achter het stuur, arm uit het raam hangend. Schierbeek staat hier op het buitenhof voor de Signac tussen de uitgelaten menigte en ziet
hoe de troepen worden toegejuicht en gekust. Mijn moeder danst met buurvrouw Tante Jans op het Erensplein in het zwaar beschadigde bezuiden hout. Wekenlang zullen buurten en straten feesten organiseren. Totdat men het feest de beu is. 5 jaar bezetting heeft onze stad geen goed gedaan. De stad is verwaarloosd en verarmd. Er vallen nog steeds slachtoffers door ondervoeding. Het tragische lot van de vernietiging van onze Joden wordt duidelijk. En de stad is getekend vanwege de Atlantiekwal en de bombardementen. Zijs Inkwart wordt gearresteerd in Duitsland en zal ter dood worden veroordeeld. Ik sta hier in de oudste vogeltuin van Nederland, vernoemd naar Abraham Schierbeek, onze wetenschapper en bioloog. Hij schrijft in zijn dagboek dat hij dankbaar is dat zijn familie ongeschonden de oorlog is doorgekomen. Hij mag in juni 1945 terug naar het oude woonadres in Benoordenhout. In 1965 wordt er een penning naar hem vernoemd, de Schierbeekpenning, bedoeld voor mensen die zich inzetten voor het natuurgebied Meijendel. In 1974 overlijdt Schierbeek op 87-jarige leeftijd. Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van Den Haag, dus niet alleen de Tweede Wereldoorlog? Kijk dan online wat het Haags gemeentearchief allemaal te bieden heeft. Of bezoek de leeszaal hier aan het Spui. De medewerkers staan u graag te woord. Ik kan het weten. Dank voor het kijken.